Heb je dat ook nog gedaan? Vissen in zee? Ja. Wordt de meneer ervan geplant? En hoe doe je dat? Moet je dat ook eruit leggen? Luister, dat is een net van 3 meter breed en 4 meter lang. En dan zo een 30, 40 centimeter zo. Hetzelfde model van de netten dan de vissers zijn, de bokvissers. Dus hij moet dat achter je trekken. Maar dat is ook al een vraagteken. Wat gaat zien? Gaat goed zien? Of gaat slecht zien? Gaat er vulligheid in zitten? Gaan we krabben in zitten? Of gaan we haar nog in zitten? Want daar vang je ook van alles. In augustus bijvoorbeeld. Hallen. Zeer kwalen dan ze zijn. 10 kilo. En als je dat zo in net krijgt. Als je 30, 40 meter geslokt hebt. Moet je eruit. Is te zwaar. Het gebeurt dan de us. Achter een storm en zo, vlugheid, dat wil je zeggen. Dat is aar, zeewier, stokken, stekken turf, bronkoon, van alles, een schoen, van alles duikenpijs. Lege stilo's, alles naar me wegsmeten, vind je zich. Zo dus, en begin maar al die haarnaars eruit te zoeken. En als je zo niemand hebt voor mee te gaan, als je alleen er zit, waar de meeste naam moet je besteden aan de hernoskussen. Maar het gebeurt dan dikwijls. De hernos vangt en dat hernos zin. Over 2 jaar. Daar voelde ik 2 manden van 40 kilo te vangen, dat was niet. En alles gewoon een zuivere hernos. Maar nu zitten er ook al, want het is een beetje koud, moet zien al luzen. Luzen dat zijn kleine hernos. Nee, ja, vroeger was dat met de steknet, hè? Maar nu is het al steknet. Van met de steknet kun je geen vis vangen. Een vis wipt over je latten, verkeerd weer en is weer weg. Moet ik zeggen, je vangt ook van alles. Met een keer een vat van 200 liters, in je net het ook. Met een keer zo een halve piloot, in je net het ook, juist de rompen. Benen af verslegen, zijn arms af verslegen. Het was een Australiër. Van zijn papieren zat hij in de kool van zijn vesten. En ook al zo'n ding kom je tegen. Dat was dan toch onder de oorlog? Nee, achter de oorlog. Achter de oorlog. Achter de oorlog, ja. Dat zijn er die nog vast zaten in die cockpitten. Nee. In die, ja, ik zeg waar, cockpitten. In de cabine van de vliegmachine. En dat sloot nu en dan een keer open en dat is eruit. Hè. Goed, man.